Ik ben Peter. Ik ben nu een jaar in de rouw omdat mijn lieve vrouw Hanneke een jaar geleden plotseling is overleden. Ik mis haar nog elke dag en het verlies is eigenlijk onpeilbaar en het verdriet ook. Bij het afscheid in het crematorium vorig jaar heb ik op de piano die daar was een stukje van Alexander Goedicke gespeeld. En dat stukje gaat over een moeder die haar doodzieke kind probeert te troosten. Maar het kind is zo ontzettend ziek dat het aan het eind het niet redt. Je hoort in het stuk halverwege ook dat het kind echt opstandig wordt. En de moeder probeert het heftiger te troosten, maar het helpt niet. En aan het eind hoor je aan de muziek wanneer het kind overlijdt. O lieb, solang du lieben kannst, o lieb, solang du lieben magst, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Dann kniest du nieder an der Gruft und birgst die Augen trüb und nass, sie sehen den andern nimmermehr ins lange, feuchte Kirchhofsgras und sprichst. Dit gedicht van Ferdinand Freiligrath drukt precies uit waar ik behoefte aan heb in deze tijd, namelijk liefde en genegenheid. Liszt heeft naar dit stuk gecomponeerd. Dat heeft hij Liebestraum genoemd. En dat stuk drukt ook precies uit wat ik zoek: liefde en genegenheid. Thank you.